Auke Spijkstra, de voorzitter van de Winterswijkse IJsvereniging. Het heet tegenwoordig de Witte Poorten. Ja, jullie hebben het weer geflikt, hè? Gelukkig. Ja, anderhalve dag geleden, kan ik zeggen, begon het echt te kriebelen. En de voorspelling was dat het heel behoorlijk ging vriezen. We hebben 3 weerstations geberaadpleegd. En toen hebben wij gisteren om 12:00 gezegd, we gaan eraan beginnen. In totaal zijn er toch zo'n 10 mensen druk mee geweest. Allemaal vrijwilligers. En die hebben zich ingezet. En dat betekent dat er nu een prachtige ijsvloer ligt. Van gisteravond om 9:00 zijn ze begonnen. En dat doen we dan in ploegen. 3 ploegen, elke keer 2 man. En om 6:00 zijn ze gestopt. En dat betekent dat het altijd het ijs nog een paar uur uit moet harden. Dat heeft gedaan. En er lag dus 12 centimeter ijs vanmorgen vroeg. En om 7:15 hebben we laten weten, gaat de ijsbaan open. En als je hier vanmorgen kwam, om 8:00, dan zag je toch al een hele rij van een 30, 40, misschien wel 50 mensen. Allemaal blij, we kunnen schaatsen. En als je nu zo ziet hoeveel mensen er over de schaatsen, kinderen, fantastisch. Met zon, mooi weer, blije mensen, het kan niet beter. Ik ben heel trots. Ja, dat wou ik ook net zeggen, want u straalt dat ook helemaal uit. Hè? En het is ook gewoon een prachtige ijsbaan natuurlijk hier in Winterswijk. Want met die oude ijsbaan was dit natuurlijk absoluut niet gelukt. Nee, en wij zijn in 17 november 1887 zijn we opgericht. Dus de Winterswijkse ijsclub, we zijn in die tijd 10 keer verhuisd. En het is ongeveer nu 4 jaar geleden dat wij echt eraan zijn begonnen. En 2 jaar geleden is de ijsbaan echt geopend. En als je het resultaat ziet, we hebben veel geleerd ook. Want het sproeien, hoe snel moet je rijden, hoeveel druk moet erop. En dat hebben ze redelijk onder de knie. Want als je kijkt naar de ijsvloer, hij ligt er nu keurig bij. In het begin waren het wel hier en daar bobbels, maar dat is allemaal nu perfect. Altijd is er wel iets wat je denkt dat kan nog beter. Maar we zijn tot op dit moment zeer tevreden. Ja, ik ben hier al eens een keer geweest, 's nachts om 2:30, dat die 2 maanden bezig waren om gewoon die baan in orde te krijgen. Ik vroeg eigenlijk toen ook aan hun van, moet je ook niet een klein beetje gek zijn om dit te doen? Ik denk het wel. Het is een soort koortskriebel is het. En dat schaatsen, ja, dat heeft iets. En dat blijft het ook houden. Dat zie je aan de mensen ook. Dat heeft iets. Schaatsen, zeg ik altijd, is emotie. En dat past ook. En dat is een keer wat anders. Die sport kun je niet elke keer doen. Nou, je hoeft niet naar Enschede. Je kunt nu zo in Winterswijk. En het is de mooiste baan, zo'n beetje. Want Nederland, een beetje chauvinistisch, heeft niemand zo'n baan. Tot op dit moment. Die komen er wel, maar die zijn er nog niet. En wij gaan het voorlopig wel even houden zo, hè? Dat hoop ik ook. En we doen ons best om het steeds te professionaliseren. Ja. Mooi, dank u wel.